Meer moet je er ook niet van maken. Ja, eens goed kijken. Smalle wegen. En hier rijden we dan Zwitserland binnen. Voor het eerst verlaten dus Italië in deze Giro. Maar morgen keren dan ook weer snel terug. Via Verbania. Il piccolo mondo antico. Daar heb ik het net over gehad. Dat is die roman die hier geschreven is. Een zeer bekende roman in Italië. Geschreven nog eens zeggen door Antonio Focaccaro. Die leefde in de 19e eeuw. Ja, de mannen van Chavanel. Die hebben er zin in. Ja, het was Chava zelf die even probeerde. Of toch even aan kop reed. Heeft Hauser vandaag zin om toe te slaan in een lastigere rit? Aysel aan het roepen tegen Kirienka. Naar rechts, zegt hij. En links komen ze met Katusha. Hier achterin. Ja, dat is een flink gekriool van voren. Iedereen wil van voren zitten. Ze hebben natuurlijk alles meegemaakt hier langs het water. Mooie beelden voor hun, of voor ons. Maar de renners hebben daar echt geen oog voor. Boaro, de tijdrijder met Tosato en ja, Contador. Aysel gaat al aan de kant en praat nog even door de communicatie. Ik kan me niet voorstellen dat hij zomaar aan de kant gaat. Want hij is toch een belangrijke man. Was vaak de lead-out man voor Cavendish in de tijd dat hij voor Team Sky reed. Of Team Highroad toen. Inderdaad, daar maar mee naartoe gegaan. Ja, het is toch zo nu dat Puccio die rol gaat moeten vervullen. En ook Boaro werk gedaan, Tosato nu. Ja, het is echt een sprint op die helling. En dan gaan er toch wat de sprinters het lastig krijgen. We zien Anton Losse, dat is geen sprinter natuurlijk. Gregor Bolen die voorin gehouden wordt. Bolen gisteren in de top 20 geëindigd, hè? In een bergrit. Gregor Bolen. Ja, sterke beer ook natuurlijk. Voor de sprint gaat hij ook niet. Ik verwacht hem ook vandaag niet in de sprint. Maar ja, als hij hier overleeft, dan is het toch een snelle gast hier. Viviani rijdt daar ook zeer attent voorin. Sterk van Elia Viviani. Nog iets meer dan 5 kilometer en een demarrage uit het kamp van Garmin Cannondale. Slachter. Tim Melton Slachter met de demarrage. Ja, goed. Mooi gezien. Hij niet veel gezien deze Giro. Eén keertje een hele mooie aanval, een hele lange aanval. Maar dat mocht niet baten. Ja, en hier natuurlijk nog een van zijn laatste kansen. Ja, we kunnen hem in het rijtje zetten, hè, bij de mannen van Gilbert, Chavanel. Is ook een puncher die het hiervan moet hebben. Ja, en waarom niet als hij de vorm heeft zoals hij had vorig jaar in Parijs-Nice. Hier duikt hij. Gilbert die gaat nu van heel ver naar voren duiken. Dat is wel van heel ver, hè, Gilbert. Hij gaat nu zijn demarrage plaatsen. En dan gaat het hier heel hard. Maar is dat toch iets te ver? Als hij dan al met die demarrage moet beginnen. Ja, ze hadden dat beter samen kunnen communiceren en dan samen iets aanpakken. Slachter eerst en daar rijdt Gilbert. Ja, de mannen van Tinkoff Saxo die controleren wat. Ja, die mannen van Tinkoff Saxo houden gewoon het tempo hoger. Dit is echt niet om hun te doen verliezen, maar... Ze zijn zo verschrikkelijk bang voor wat er is gebeurd een paar dagen terug. Net voor de tijdrit, de dag voor de tijdrit, die valpartij. En daar dat verlies van die zonde van die 40, iets meer dan 40 seconden. Hesjedal klaagde er ook over. Hesjedal die zei, waarom rijdt Tinkoff Saxo in godsnaam zo hard achter mij aan? Gisteren in die etappe. Ik had kans op de rit zeker, dat was ook zo. Ik sta op 11 minuten, waarom dan zo hard mij achtervolgen? Ik snap er helemaal niets van. Cadeautjes krijg je met je verjaardag. Ryder Hesjedal. Ja, dus de Slachter en dan Gilbert. Een Belg achter een Nederlander. Maar we moeten het niet zo zien. Ze moeten eigenlijk vooral samenwerken. Ja.
Ik zag Gilbert van ver komen. Het was van te ver. Ja, dat is toch een inspanning meer die je moet maken. En van achter laat het ook niet gaan. Het is nou kijken hoe snel de sprinters van voren kunnen geraken. Ja, voor de mannen van Tinkoff-Saxo is het nog een kilometer. Dat was de fout de vorige keer. Gingen ze te vroeg van kop, waardoor Contador te gevaarlijk en in het midden van het peloton belandde. En dat er een valpartij georganiseerd werd. Nu gaan ze zeker doorrijden tot in die laatste 3 kilometer. En zelfs dan nog gaan ze hem een beetje van voren houden, want het blijft een beetje zo draaien en keren, technisch. Nou, Gilbert die rijdt door, tegen beter weten in. Want dit gaat toch niet lukken. Iemand van Katusha die daar probeert nu te versnellen voor Luca Paulini. En dat gaat nou echt verschrikkelijk hard hoor. Het loopt een beetje naar beneden. Ja, nog veel andere goede renners. Hè. Je hebt, gisteren zagen we het, hè, Czernetski. Maar het is Paulini. Maar ook Czernetski zou een type zijn die dit zou kunnen. Ja, dan wordt hij goed gekoerst. Ook Nocentini zou dit goed kunnen. En iemand van Sky die meeschrijft. Dat lijkt me Puccio te zijn. Viviani, heel goed, hè. 15e positie ongeveer. Ja, ja. Ik denk dat dat de man is die we het best kunnen op ze schrijven. Paulini die hier hard doorgaat in de afdaling. Luca Paulini. Ja, dat is serieus doortrekken hoor. Dat is niet voor Porter, dat is voor jezelf. En hij heeft ook gelijk. Gilbert die daar alle zeilen moet bijzetten om te volgen. En dat doet hij ook. Paulini en Gilbert. En dan Slachter. Ja, het zijn toch de mannen van de punch. De finishers. Ja, daar hoor je Paulini roepen tegen de motard. Rijden, rijden, rijden. De motard blijft te kort bij. En zeker op dit technische gedeelte. Die renners kunnen veel en veel harder door die bochten dan een motard met een cameraman erop. Oppassen voor valpartij hier. Ja. Oeh, zwenken ver uit. Oeh, nou moet je maar gecontroleerd gecontroleerd worden als sprintersploeg. Dus te bekijken of ze het nog bij elkaar krijgen in die laatste 2 kilometer. Nog 2 kilometer, Paulini die heeft een mooie kans. Luca Paulini, stel je maar eens voor, hij heeft al een zeer mooie voorsprong. Ja, het zou heel mooi zijn voor de man die dit vaker probeert. Hè? De man die ook Gent-Wevergem op een schitterende manier wist te winnen. Het wordt nou iets lastiger 1500 meter te gaan. Luca Paulini. Ik had hem opgeschreven op een blaadje, maar dan zie je hier de man van Trek komen voor Nizzolo. Ah, dan organiseren ze misschien net op tijd. Al is het wel al de laatste man, heb ik de indruk. Ja, en twijfelen moet je op dit moment niet. Het moet snel dichtgereden worden. Eén moment twijfel kan het laatste zijn van de kans. Ah, nu wordt het afzien voor Paulini. Bijna onder de voet. En daar zijn ze. Nee, het gaat niet lukken. Maar Nizzolo toch dit kan organiseren. Mooi van Trek. Ja, ook goed en mooi geprobeerd van Paulini. Maar wie zit daar nu nog bij voorin van de sprinters? Ik heb toch de indruk dat er al heel wat afgemat zullen zijn. Ja, Slachter zit weer op een gaatje. Hè? Modulo wordt op een perfecte manier gegangmaakt. Slachter zat op een gaatje en moest het gaatje weer dichtrijden. Maar, ja, maar die heeft al een aanval geplaatst. Die gaat nooit meer in beeld komen in de finale. Of ja, ik bedoelde eigenlijk niet Slachter. Ik bedoelde eigenlijk Kruiswijk. Ultimo kilometro, laatste kilometer. Laatste kilometer voor de mannen van Lampre en Merida. Met Modulo in derde positie en dan Nizzolo en dan Mesgec en dan Viviani. En dan Hausler. Dat zijn de mannen die gaan meestrijden voor de zege. Hier wordt de sprint perfect in orde gebracht door weer Ferrari. Ferrari en Richese. De koningskoppel van de vorige sprint. Ze hebben nu de rollen wel omgewisseld. Want nu zitten wel nog altijd in derde positie Modulo. Perfecte gangmaker zeg. Ja, geweldig voor Lampre Merida. Dit moet Modulo toch afmaken. Viviani strijdt met Nizzolo voor het wiel van Modulo. Modulo die zit perfect en nu gaat Richese aan met Modulo in het wiel. Modulo die komt er nu uit. Modulo tegen Viviani. En van achteruit komen ze ook nog met Mesgec. Mesgec die komt er nu over. En gaat Mesgec winnen of is het toch nog Modulo? Mesgec tegen Modulo. Modulo gaat op weg naar zijn tweede. Modulo pakt ze. Voor Nizzolo en Mesgec. En dan wordt vierde wordt Hausler. En Nizzolo, gaat hij dan de punten pakken? De puntentrein? Ja, waar zat Viviani? Ja, het was wel, je moet straks eens even terugkijken. Dat laatste knikje wat Nizzolo daar doet. Hij merkte dat hij ingesloten